Leuk dat je luistert naar de Community Coding podcast. Ik ben Eline. En ik ben Simone. En wij willen Team Rockstars graag een thuis maken voor iedereen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe kun je echt inclusief zijn? We voeren vanuit onze nieuwsgierigheid gesprekken met collega Rockstars om hier meer over te leren. Luister je mee? Welkom bij deze podcast. Welkom. Thanks. Ja. En Marijn, we hebben een gesprek met jou en we zijn heel erg nieuwsgierig naar een heleboel dingen. We willen heel veel vragen stellen vooral. Kom maar op. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk beginnen met een paar stellingen introduceren bij jou. Oké. En het is eigenlijk wel een beetje grappig, want in het licht van deze podcast gaat het vooral over en-en en veel minder over of-of. Want en-en staat voor meer inclusiviteit. Maar deze stellingen gaan dan toch nog eventjes over of-of. Je moet kiezen. Precies. Aan jou de vraag om er vooral niet te lang over na te denken. Oké, ik zal heel snel proberen te zijn. Intuïtief te kiezen. Is goed. Daar gaat hij. Klaar voor? Klaar. Oké. Zwart of geel? Zwart. Oké. Stad of natuur? Stad. Die was moeilijk. Ja. Sterrentent of snackbar? Sterrentent. Kroket of kaviaar? Kroket. Man of vrouw? Vrouw. Introvert of extravert? Introvert. Verschil mag er zijn of iedereen is gelijk? Verschil mag er zijn. Mooi, dankjewel. Dat waren ze. Thanks. Is er eentje? Ja. Een heel dedicated over. Ja, sommige waren wel moeilijk. Ja, een besluitvaardig type volgens mij. Ja, zeker. Ja. Klopt wel. Ja. Is er eentje waarvan je zegt, die wil ik wel even toelichten? Vind ik wel leuk om daar iets meer kleur aan te geven. Stad of natuur? Dat is wel eentje waar ik de laatste tijd steeds meer over nadenk. Ik ben opgegroeid echt in the middle of nowhere, met heel veel natuur om me heen. Mijn slaapkamerraam keek echt uit op de weilanden en altijd heel erg veel buiten geweest. Veel hutten gebouwd, veel geraffeld in modder. Klinkt een heerlijke jeugd. Het was echt heel fijn. Wel wat lastiger als je 14, 15 wordt en 12 kilometer moet fietsen naar de lokale discotheek. Oh ja. En dat mis ik wel. Ja. Dat merk ik wel. Ik vind de stad heel erg fijn. Ik geniet heel erg van de stad. Ik geniet heel erg van wonen in de stad. En van alle dingen die een stad te bieden heeft. Ik vind het heerlijk om naar de film te gaan. Ik vind het heerlijk om naar het concert van gebouw te gaan. Of naar ballet. Dat is zo prettig aan de stad. Dat je dat op de fiets kunt doen. Dat is echt een luxe. Maar ik merk dat ik toch meer beïnvloed word door de prikkels van de stad de laatste tijd. En dat ik natuur heel erg mis. Dus ik ben de laatste paar jaren ook steeds meer gaan hiken en wandelen. Ook iets wat ik vroeger haatte. Oh ja. Maar waar ik mijn ouders nu heel erg dankbaar voor ben. Ja, dat wil ik wel meer en vaker doen. Daar een balans in zoeken. Wie ben jij, Marijn? Neem ons eens mee in een stukje van jouw verhaal. Ik ben, zoals ik al zei, opgegroeid in een heel erg klein dorpje in the middle of nowhere in Groningen. Midden op de gasbel. Daar woonde ik in een grote boerderij met mijn ouders en mijn zusje. Ik heb een hele vrije jeugd gehad. Ouders hebben me altijd wel heel erg gestimuleerd om zelf te doen wat ik leuk vond. Ik heb altijd heel veel gelezen vroeger. Er was ook vrij weinig andere dingen die daar te doen waren. Ja. Dus, ik zat altijd in een appelboom voor het huis boeken te lezen. Oh, maar ook echt helemaal zo'n idyllisch boek. Ja. Dat was ook wel vrij idyllisch. En dan boven in de boom? Boven in de boom. Ja. Dus dan klom je zelf of was een boomhut? Of nee, ik klom zelf. Ik kwam zelf. Later ging ik in Groningen naar de middelbare school, naar het Prudinius Gymnasium. En dat vond ik heel erg leuk. Dat was echt voor mij weer een hele nieuwe wereld. Ik was best naïef. Ik kwam daar in mijn Labocayo-jas toen ik 11 was, naar de eerste. En dat was een hele vrije, hele kunstzinnige school met heel veel docenten die me heel erg hebben geïnspireerd. Ik leerde daar dat ik heel veel van taal hield, nog steeds. En dacht, daar wil ik iets mee doen later. Ik wel dat ik er eigenlijk ook al achter kwam op 11, 12-jarige leeftijd dat ik computers heel leuk vond. Maar ik heb nooit bedacht dat ik daar iets mee kon gaan doen later. Dat kwam gewoon niet in me op. En er was ook niemand eigenlijk in mijn omgeving. Ja, één meisje die programmeerde. Maar dat was voor mij zoiets. Ik wist ook helemaal, kon me daar geen voorstelling van maken wat dat dan zou moeten zijn. Wat het was. En had je informatica op de middelbare school? Of had je iets van een computerles? Nee. Ja, misschien wel computerles, maar dat was dan meer hoe ga je om met een computer? Hoe open je bestanden? Ja, want hoe oud ben jij, Marijn? Ik ben 36. Oh ja. Ja. Dus er was wel een computerlokaal. Maar er was een computerlokaal, maar dat was wel vrij met floppies. Net in floppies. Ja, precies. Ja.
Bij mij precies hetzelfde, dus ik herkende de fase. Ja. Toen ben ik in Groningen gaan studeren. Eerst een hele korte blauwe maandag rechten. Daar kom ik al vrij snel achter dat dat echt niks voor mij was. Toen dacht ik toch taal, Duitse taal en cultuur. Daar was ik echt verliefd op geworden door mijn lerares Duits. En toen veel Duitse boeken gelezen. Heel erg leren houden van Hesse en van Thomas Mann en van alle grote Duitse schrijvers. Maar ik vond fonetiek en grammatica een heel stuk minder leuk. En ik werkte toen al best wel veel als model ernaast. En dat was vrij lastig te combineren. Ook omdat we maar met 11 mensen ongeveer in de les zaten. En dan viel het best wel op als je een tijdje niet was geweest. Dus ik durfde toen op een gegeven moment niet echt meer te gaan. En toen dacht ik, oké, ik moet nu eigenlijk iets anders gaan doen. Ik wil naar Amsterdam. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd en ben ik daar media, informatie en communicatie gaan doen. En dat was eigenlijk vooral mijn stages, vond ik echt fantastisch. Want waarom ben je die studie toen gaan doen? Wat maakte dat je dacht, ik ga van de Duitse taal? Nou, met Duits wilde ik ook altijd journalistiek gaan doen. En ik dacht, met deze studie kan ik makkelijker journalistiek in. Ah ja, dus dat was een beetje zo de ondergrond, journalistieke. Zeker. Ja, en dat klikte ook wel gelijk. Ik vond het gek, ontzettend interessant en er gebeurt heel veel. Je spreekt heel veel met mensen. Dat vind ik nu ook nog steeds heel erg leuk in mijn werk. Dat het heel erg gaat over tot de kern kunnen komen van een gesprek, goede vragen kunnen stellen. Ja, dus dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar ik merkte na een tijd wel, ik leer niet echt heel veel nieuwe dingen meer. Ik kan nu een goed gesprek voeren met iemand, kan een stuk schrijven. En daar kun je jezelf natuurlijk altijd in verbeteren. Maar het is niet meer echt dat je heel veel nieuwe dingen leert. En ik merk wel dat ik dat toch altijd wel opzoek. Dat ik dat heel fijn vind om mezelf uit te blijven dagen. Dat is soms ook vervelend, omdat ik mezelf snel verveel. maar ja, toen had ik een ex-vriendje die programmeerde. En ik dacht, ja, wat jij doet lijkt me eigenlijk best wel leuk. Ik weet niet of ik het kan, maar... Cool. En zag je dat bij hem? Keek je mee? Of hoe wist je dat wat hij deed leuk was? Nou, wat hij deed was wel meer data science en meer echt algoritmes. Dus dat was wel nog een stapje verder, zeg maar, van wat ik toen... Dus ik keek niet echt mee, maar door vooral over te praten, denk ik, begon het bij mij een beetje te leven. Dat ik dacht, oh, dit is een mogelijkheid. En ik had toen ook gesproken met 2 vrienden die een bootcamp hadden gedaan. Die filosofie en geschiedenis hadden gestudeerd. Ook niet echt studies waar je... Dan zegt ik niet echt heel veel studies mee. Of zo, nee. Nee, en ook als je niet leraar wilt worden, dan ja... Ja, wat dan wel. Wat dan wel, ja. Precies. Ja. En ja, daar met hen over gepraat. En ik dacht, oh, oké, zij hebben dat ook gedaan. En hen bevalt het heel erg goed. En ik dacht ook altijd, oh ja, computers. En dat ging me altijd ook tijdens mijn studie. Ook dat soort vakken met Dreamweaver en websites bouwen in HTML en CSS. Ging me altijd heel makkelijk af. Dus ik dacht, ik wil dat wel proberen. En kijken of het voor iets voor me is. En toen heb ik mijn baan opgezegd in corona. Wat heel spannend was. Nou. En daarna begonnen eigenlijk. En ik heb daar geen moment spijt van gehad. Maar en hoe begin je dan? Dus je zegt je baan op? Ja, een bootcamp uitzoeken. Er zijn inmiddels best wel veel verschillende bootcamps die je kunt doen. Ik heb verschillende vergeleken. Gekeken naar de voorwaarden. Gekeken naar wat het curriculum was, wat je leerde. En ook waar ik een goed gevoel bij had. En wat moet ik me dan voorstellen bij een bootcamp? Het klinkt als iets kort en intensief waarmee je veel leert. Dat is mijn definitie van bootcamp, maar ik weet niet hoe dat... Dat klopt. Ja. Dus 7 dagen per week. Of, nee, dat was wel online omdat het corona was. Oh, ja. Maar nu is het niet meer online. 7 dagen per week programmeren, ongeveer 4 maanden lang. 7 dagen per week programmeren? Ook weekenden. Ja, in het weekend had je dan een huiswerkopdracht. Ah, oh, zo. Als je heel snel was, dan had je niet het hele weekend dat je eraan moest zitten. Maar ik was niet zo snel. En dan hoeveel weken achter elkaar? Ik weet het even niet meer. Iets van 12 weken of zo. En dan aan het eind een eindopdracht. En dan daarna zelf moest je op zoek naar een baan waar je kon beginnen. Dat klinkt mij best wel intensief in de oren als ik dat zo hoor. Maar was dat ook zo? Heb je dat ook zo ervaren? Ja, heel intensief, maar ook heel leuk. En ik vond vooral, we werkten in mobs samen, mob programming. Dus dat je met 4 mensen eigenlijk aan hetzelfde probleem werkt. En om de beurt heb je 1 persoon achter het toetsenbord. En 1 persoon die
En de rest stuurt die persoon aan. En dan leer je best wel snel, omdat je met z'n allen echt samenwerkt. Ja, dus het was niet heel solistisch dan. Het was juist Het was echt gelijk samenwerken. En dat werkte voor mij heel erg goed. Dus het was wel intens, maar ik vond het door dat samenwerken heel goed te doen en vol te houden. Ja. Was het een bootcamp met alleen vrouwen of waren er ook mannen? Nee, maar er waren best wel veel vrouwen. Okay. Het was echt wel vrij gelijk verdeeld. Dat vond ik ook wel heel fijn, heel prettig. We kwamen er wel op een gegeven moment achter dat niemand van die vrouwen geen partner had die ook programmeerde. Dus allemaal. Allemaal een partner die programmeerde. Oh, iedereen was geïnspireerd. Ja, dus dat was wel heel toevallig. Ja. Hey Marijn, stel je voor dat er mensen luisteren die ook geen technische achtergrond hebben, maar wel kriebels hebben om daar hun baan van te maken. Heb je dan nog een goede of leuke tip, nuttige tip voor zo'n soort bootcamp of hoe je dat uitzoekt? Hoe heb jij dat gedaan? Ik heb door dat bootcamp dus best wel snel community gezocht. En door die vrienden die dat ook hadden gedaan, die hebben mij ook echt enorm geholpen. Ook echt, als ik het echt even niet meer wist, dat ik helemaal in de stress zat. Dat ik echt eventjes kon bellen en dat ze me 2 uur in het weekend door iets heen hielpen. Dus echt heel snel community opgezocht en dat hielp mij enorm. En mijn voornaamste tip is denk ik minimaliseer frustratie. Want in het begin is het zo frustrerend. En ik vond het als vrouw toch echt wel dat ik heel... Ik twijfelde gewoon heel erg. Dat ik dacht, kan ik dit wel? En ik denk dat dat iets is dat ik ook op mijn middelbare school gewoon best wel vaak heb gehad bij beta-vakken. Dat ik daar gewoon meer voor moest doen. En hier moet je ook echt wat voor doen. Maar het is wel grappig, want je zegt heel expliciet als vrouw. Ja. Heb je daar dus iets anders in gevoeld? Ik denk dat je als vrouw je vaker afvraagt, kan ik het wel? Waar komt dat vandaan, denk jij? Combinatie, denk ik, van verschillende factoren. Ik had een hele fijne middelbare school waarin ik echt wel werd gestimuleerd, ook door mijn wiskundeleraar, maar toch ook door cultuur, denk ik, en ook door de vriendinnen die ik had, die allemaal wel alfa-profielen kozen, ben ik toch meer die kant opgerold. Ja. En ook dat ik niemand had die me echt pushte en die zei, oké, je weet het nu even niet. Kijk, taal was voor mij heel makkelijk. Dat ging een beetje vanzelf, dus dat kon ik mezelf aanleren. Maar wiskunde, natuurkunde en scheikunde, dat was gewoon veel lastiger. Daar moest ik echt wel aan werken en daardoor was ik er een beetje bang voor. En dat had ik met programmeren ook heel sterk. Ja. En dat... Ja, daar ben ik echt wel een beetje doorheen nu. Ik had het er toevallig nog net over vanochtend met een collega die datzelfde bootcamp heeft gedaan en die hier nu ook aan het werk is. Zij werkt nu ook bij Rockstars. 3 jaar later heb ik eigenlijk niet meer de angst. Ik kom er niet uit. Ik loop vast en ik kan niet meer verder. Precies. Of... Dat doe je wel. Je doet dat elke dag. Je loopt elke dag vast. En je hebt elke dag dingen waar je niet uitkomt. Maar iedereen waarschijnlijk. Maar iedereen. Ja. Iedereen. En je hebt altijd wel... je komt er altijd uit. Het is soms duurt het wat langer. En heel krachtig ook dat je dan zegt... Ik heb de kracht van een community om me heen gezocht. Al vanaf het begin eigenlijk. Ja. Die ik kon bellen bijvoorbeeld. Ja. Zeker. En dat heeft mij enorm geholpen. En maakte dat voor jou dan nog verschil uit? Want ik hoorde je zeggen... De community was superkrachtig. En er zaten eigenlijk best wel veel vrouwen en mannen in die community. En als je dan vastliep... Mm-hmm. Richtte je dan tot de mannen om hulp te vragen? Of ook al tot de vrouwen? Of maakte dat nog uit? Eerder tot vrouwen. Maar ik had ook een hele goede klik met... sowieso wel mijn hele mop, maar wel meestal met een vriendin daarin. Ja. Dat is ook nu echt een goede vriendin geworden. Ja. Schept een band dan. Dat, ja. Ja, misschien. Maar als ik denk dat ik... Ik heb ook een andere vriend die man is. En die vraag ik ook regelmatig om dingen als ik vast zit. Dus als hij in datzelfde bootcamp had gezeten, dan had ik hem waarschijnlijk ook nog gevraagd. Dus je zoekt een beetje ook uit met wie je een klik voelt. Ja, zeker. Ja. Hey Marijn, even een klein sprongetje. Want dit gaat over je achtergrond en wie je bent. Maar je zit hoe lang nu bij Team Rockstars? Bijna een jaar. Een jaar? Ja. Ja. En kan je ons eens vertellen wat je doet, wat je rol is bij je huidige opdrachtgever? Ja. Bij welk chapter je zit misschien ook wel leuk. Ja, handig voor de mensen om te horen. Ja, om te horen. Ja. Ik werk bij Chapter Amsterdam. Dat is echt een hele fijne club. Voel me echt enorm thuis. Ik heb ook echt een paar goede vrienden daar gemaakt die ik ook privé zie. En ik voel me daar heel erg thuis. Ik zit nu bij KPN op een klus. Maar ik ga als het goed is 1 augustus beginnen bij de gemeente Amsterdam.
om weer meer DevOps te gaan doen. Ik heb bij KPN frontend gedaan. En dat vond ik heel leuk. Veel van geleerd. Ook echt een fijn team. En ik merkte alleen dat ik een beetje meer cloud-omgeving miste. En het is gewoon breder en veel, veel meer dingen om uit te zoeken. En daar ben ik mee begonnen. Bij Nationale Nederlanden ook als DevOps. Dat was toen een beetje misschien te intens. Als eerste klus. Ja. Ik vond dat toen we echt wel. Dat was weer heel iets anders. Ook omdat je in dat bootcamp leer je meer full stack. En als je dan naar de cloud gaat en weer een hele nieuwe omgeving waarin je in C# en pipelines en nou ja, allemaal dat soort heel veel verschillende dingen die je op kunt zoeken. Ja. Maar nu denk ik, de fundamenten staan echt veel meer. En ik voel me, zoals ik al zei, veel minder vaak in paniek. Dat ik denk, ik kom er niet uit. Dat ik nu wel echt zin heb in die volgende stap. Cool. Ja. Ja. En we hebben jou uitgenodigd voor deze podcast. Ja. Ja. Wat maakte dat je ja hebt gezegd? Ik vind het heel belangrijk om te vertellen dat je als vrouw niet zo bang hoeft te zijn voor werk en tech. Het heeft voor mij echt mijn hele leven veranderd. Het geeft me zoveel meer vrijheid ten eerste. Ik voel me zoveel meer op mijn plek. En ik leer elke dag iets nieuws. En dat is zo'n ander gevoel. Het geeft me echt veel energie. En dat wil ik heel graag vertellen, dat ook kan. Dat echt niet per se nodig is dat je daar een computer science degree voor hebt gedaan. En dat dat ook echt kan als je pas 33. Ja, dat je dat later besluit. En dat je dat ook dus echt. Ik denk dat veel meer mensen het echt wel kunnen leren. Het vergt gewoon best wel veel doorzettingsvermogen. En je moet er echt wel. Ik moest er echt wel wat voor doen. Maar nu geniet ik daar ook heel erg van. En ik denk dat het. Je wordt daarvoor beloond. Ja. Ja, en je klinkt alsof je een smaak te pakken hebt. Ook. Ja, dat is ook leuk. Ja, dat is wel heel tof. En het is ook heel leuk om te zien, als je dit luistert natuurlijk, dan zie je dat niet. Ja. Maar jouw ogen lichten helemaal ook op als je dat zo vertelt. Ja. Ik ben het ook echt. Als ik mezelf vergelijk met wat ik hiervoor deed, ik vond dat ook wel echt heel leuk. Neem je niet, dat journalistiek is echt een super leuk vak. Het is alleen heel competitief. En ik denk dat ik net niet goed genoeg ben in het echt pitchen van mezelf. Ik denk dat ik het leukst had gevonden om echt als freelance journalist te werken. Maar dan moet je gewoon constant verhalen pitchen. Je moet constant. Dat is gewoon. Ja, ik vind dat gewoon niet zo prettig. En ik merk dat ik hier veel meer mezelf kan zijn. En dat ik ook meer financiële vrijheid heb. Wat ook echt. Vind ik echt wel onderbelicht is, ook in studiekeuzes soms, dat het zo normaal is dat je als vrouw een taal gaat studeren of een marketingbaan hebt waarin je toch vaak veel minder verdient. Mm-hmm. En dat dus ook kan. En dat gevoel, ik voel me daardoor ook veel rustiger. Ik voel me ook veel zekerder omdat ik weet, als het moet, kan ik morgen ander werk vinden. Ook ander werk dat misschien beter betaalt als dat echt nodig is. Dat voelt zoveel rustiger dan constante stress die je hebt als journalist. Dat je echt denkt, ik moet echt deze klus binnenhalen. Ja, precies. Want dat kan ik me nu niet. Nou, ja. Ja, want je had het over vrijheid inderdaad, maar dat is dus ook een stuk financiële vrijheid. Ja, zeker. Intellectuele uitdaging ook. En niet dat je dat niet kunt hebben als journalist, maar dat, ja. Voor jou is die anders in ieder geval. Ja, maar ik vind het ook wel interessant, want je zegt ook, we hebben natuurlijk, we zien dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen, als je het gewoon over de hele samenleving bekijkt. En je zegt, het is onderbelicht bij studiekeuze. Ja, zeker. Heb je daar ideeën over hoe we dat meer in beeld kunnen brengen? Hè? Dat is ook. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik. Toen ik op school zat, werd het ook al heel erg gepusht. Was het heel erg technasium. En ik weet nog dat ik toen dacht, ga weg. Ik vind het gewoon niet boeiend. Ik kies gewoon of recht of een taal, want dat ligt me veel beter. Ja. Ik denk dat je echt voorbeelden moet hebben. Ik denk dat je echt iemand moet hebben die je vertelt hoe het is, om een beetje een idee te krijgen van
wat dat met je doet. En ook wat financiële vrijheid met je doet. Dat ik daar gewoon niet echt over nadacht toen ik die keuze moest maken. Op die leeftijd ook niet, want je bent echt super jong. Ja, en je hebt ook nooit rekening hoeven betalen op die leeftijd natuurlijk. Nee, dus dat klopt. Nee. Ja. En nu werk je in de IT. Ja. Waarschijnlijk niet in meerderheid vrouwen die om je heen is. Hoe vind je dat? Dat was in het begin vond ik dat echt een verademing. Omdat ik echt kwam uit een wereld met alleen maar vrouwen. Ja. Wat ook echt zijn uitdagingen heeft. Maar het is echt wel lastig. Ik vind... ik ben opgegroeid in een heel klein dorp. Ook met echt veel boeren en veel hele grove grappen. Dus mij krijg je niet zo snel op de kast. Ik denk dat dat echt wel scheelt. En ik oordeel niet zo snel. Ik ben erg open. Dus dat helpt wel. Maar ik heb wel soms het gevoel... Ik denk dat iedere vrouw dat wel herkent. Dat als je in een mannenomgeving bent, dat je... Of je aan moet passen aan one of the guys. Of dat je er buiten valt. Dat er niet echt een tussenweg in zit. En dat die tussenweg... Dat mannen zich misschien wel steeds bewuster zijn van... Oh, ik kan sommige dingen dan niet zeggen. En daar het gesprek dan wel over aangaan. Maar dat het als man toch echt moeilijk is om te snappen hoe het als vrouw is. Om zo daartussen te zitten. En wat je als vrouw eigenlijk nodig hebt of mist in zo'n omgeving. En ik... merkte dat bijvoorbeeld heel sterk toen ik bij Nationale Nederlanden begon. Omdat ik daar ook een andere vrouw in het team had, waar ik gelijk een ontzettend goede klik mee had. En die ook heel fel kon worden als er iets gebeurde wat zij dan niet prettig vond. En die ging er gewoon gelijk echt zo met strekbeen in. Heb je daar voorbeelden van? Wat wordt er dan gedaan of gezegd waar zij zo vurig op reageerde? Nou, bijvoorbeeld echt een beetje denigrerende opmerkingen. Die dan, je bent echt een katje die je niet met zonder handschoenen kunt aanpakken. Dat soort opmerkingen. En toen ook iemand die waar we mee samenwerkte, die dan vaak aan ons geen vragen stelde, maar wel aan de mannen in de rest van het team. En gelukkig de mannen met wie wij samenwerkten, die deden dat totaal niet. Die zagen ons volledig als een volwaardig teamlid. Ja. En daar zijn we toen ook echt een gesprek mee aangegaan. We hebben toen ook echt kritieksessie gehad waarin we dat echt benoemden. En daar werd toen ook echt iets mee gedaan. Hij pakte dat ook echt goed op. En dat vond ik ook echt wel heel knap. Dat je dat, want het was niet makkelijk. Nee, het was gewoon echt best wel veel... Ja, als alle mensen van je team daar zo kritiek op uiten, is dat best wel moeilijk om dat goed op te pakken. Maar dat deed hij wel. Ja, en ook knap van jullie, denk ik, dat je dat gesprek bent aangegaan. Ik denk dat velen het ook zouden laten gaan. Ja. Is dat wel eens een afweging die je maakt? Van, of je iets laat gaan, of dat je... Nee, ik heb daar niet elke dag zin in. En ook niet elke dag energie voor. Nee. Dus dat hangt er ook heel erg vanaf hoe ik me voel. Maar als er... wel iets. Ik probeer het wel steeds meer te doen. Dat heb ik ook van haar geleerd, omdat zij zo goed was in het aangeven van haar grenzen. Soms misschien iets te... Mm-hmm. Maar dat ik wel beter ook bij mezelf af ben gaan vragen, wat is dan mijn grens? En wat vind ik dan niet prettig? En hoe zou ik dan wel willen dat iemand met me communiceert? Dus om daar ook veel beter over na te denken en ook sneller daar iets van te zeggen, want ik ben ontzettend conflictvermijdend. Dus je hebt daar wel een drempeltje te nemen. Ja, zeker. Ja, hoe doe je dat dan? Welke tone of voice kies jij om aan te geven van hey, dit vind ik eigenlijk helemaal niet prettig? Heel rustig. Ik probeer super rustig te blijven en het heel erg bij mezelf te houden. En ik denk dat vaak wel goed werkt. En op wat voor reacties stuit je dan als je dat dan zo aangeeft? Best wel eigenlijk altijd goede reacties. Ik heb nog nooit echt gehad dat het echt dat iemand daar slecht mee omging. Nee, fijn. Ja, dat was wel fijn. En ook wel stoer hoor, van je, omdat dan toch... Ik hoor je ook zeggen, je doet het niet altijd. Choose your battles of pick your battles. Of natuurlijk. Ja, als je heel moe bent, je hebt slecht geslapen. Ja, laat deze maar even voorbij. Dat is dan, voor mij is dat het, ook echt heel fijn als er dan een andere vrouw in een refinement zit bijvoorbeeld. En iemand maakt een vervelende opmerking. Heel vaak kan ik dan door een blik al met die vrouw, dat we denken, oh, weet je. Dat, en dat geeft steun. Of dat geeft steun en dat is voor mij dan dat die emotionele... steun die me dan zo erg helpt in zo'n moment. En dat dan moeilijk is als je alleen met mannen zit die daar toch
misschien op een andere manier mee omgaan en daar anders op reageren of daar minder last van hebben. Ja, want je kon je ook zeggen van, ik heb het idee dat mannelijke collega's soms ook niet begrijpen hoe dat is, hè, als vrouwen niet. Dat kan me voorstellen. Dat snap ik ook. We zullen ongetwijfeld veel mannelijke luisteraars ook hebben nu. Mm. Wanneer pas jij je bijvoorbeeld aan zonder dat zij het doorhebben? Kan je ons daar eens in meenemen? Ja, ik denk dat dat heel subtiel is. Ik las toevallig echt een heel goed boek, wat ik echt heel leuk vond. En dat het echt heel goed beschreef. Het heet Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. En het gaat over een jongen en een meisje die games ontwikkelen. En dat meisje dat beschrijft hoe het voor haar is op MIT, volgens mij, stuurt ze aan om in die groep mannen te zitten. En dat ze ja, toch dan een beetje over grenzen gaat in grapjes of in dingen die ze dan eigenlijk niet grappig vindt, maar waar ze dan wel om lacht. En ik denk dat ik dat ook soms doe. En soms is die grens ook heel subtiel. Soms dan vind ik het namelijk ook echt grappig. En ik ben dat ook wel gewend. Ik ben die omgeving gewend. Ik ben die harde grappen ook wel gewend. Alleen soms dan denk ik, ja, dit eigenlijk vind ik het net niet oké, maar om dat dan altijd te benoemen. Ja, of dat je er misschien later pas achter komt. Ja, of dat je zo'n ander gevoel bij krijgt. Of zo. Ja, dat ken ik zelf ook. Denkt, ja. Dat was eigenlijk misschien best wel een beetje gek. Precies. Ja, ja. Ik heb dat ook wel eens. Ja. Dat ik denk, oh ja, eigenlijk vond ik dat. Ja. Hmm. Ja. Ja. In het moment kan het ook een beetje misschien overvallen. Of inderdaad dat je daar. Klopt. Ja. Ja. En ik ben nog geneigd ook wel om net misschien. Dat is gewoon mijn natuurlijke staat van zijn. Om net mee te gaan. Ja. En zorgen voor sociale cohesie. Ja, in plaats van harmonie op één. Ja. En merk je dat daar ook nog een verschil in zit met de jaren, zeg maar? Je noemde net al dat je 36 bent. Mm. En als ik dan eventjes bij mezelf incheck, denk ik, oh ja, bij mijn eerste werkgever, dus is nu 12 jaar geleden of zo. Ja, met de kennis ook van nu en dat dingen veel bewuster worden, denk ik, oh, daar waren echt wel dingen die met terugwerkende kracht niet helemaal in de haken. Nee, en ook denk met de maatschappelijke ontwikkeling, wat we hebben gezien bij The Voice of bij de Wil Erdoor, dat we, Nee, echt als beginnend stagiair in de journalistiek, dat is, kan ik je vertellen, daar heb je echt ook niet altijd zeker. En ik denk dat ik toen veel minder ook bewust was van, wat is nou gezond gedrag en wat kun je ook verlangen van een werkgever? En ik ben er ook zelf veel volwassener in geworden van wat is eigenlijk gezond voor mezelf? Wat zijn mijn grenzen? Wat heb ik nodig om goed te functioneren? En inderdaad die maatschappelijke verandering. Dat je gewoon nu steeds meer je beseft, oh ja, in de journalistiek is het zo normaal om altijd helemaal 100% alles te geven en alles voor je werk over te hebben en om 11 uur 's avonds nog iets online te zetten en als er iets gebeurt. En dat moet ook. Alleen die verwachting, die moet gezond zijn. En dat is heel vaak niet zo. En dat daar meer een relativering, of ja, dat nu beter besproken wordt en mensen bewuster zijn daarvan, is belangrijk. Hè? Ja, ik vond bijvoorbeeld Doreen Vrieling, die postte gisteren een artikel van de SVJ daar ook over. Een interview met iemand die vertelde over dat er echt een verandering in gaande is. Dat journalistiek niet meer per se alleen maar je leven is, maar dat er ook echt over nagedacht moet worden over ja, wat dan gezond is in dat werk en wat er ver gaat. En je zei ook net van, ik voel me thuis. Hè? Of, wat zorgt er eigenlijk voor jou voor dat je je thuis voelt in een organisatie? Je hebt nu verschillende bedrijven van binnen gezien. Of niet, dat je je niet thuis voelt? Ik heb heel veel vrijheid nodig, denk ik. Dat ik heel veel vrijheid en autonomie moet kunnen voelen. En waardering voor wat ik doe. Ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is. Vind je het dan juist prettig als er echt specifiek aandacht wordt besteed aan het vrouw zijn? Zoals ook het initiatief is, Simon, waar jij actief mee bent, met Women in Tech. Of je dat dan juist fijn vindt? Of vind je dat dan juist minder prettig dat daar zo de focus op wordt gelegd? Nee, ik denk dat het heel belangrijk is. Want ik denk dat het nog steeds dat er nog steeds heel veel te behalen valt om het voor vrouwen ook een fijne werkomgeving te maken. En ik denk dat het lastig is als man, en dat snap ik ook heel goed, om je daarin te verplaatsen. Als ik daar bijvoorbeeld met vrienden over, mannelijke vrienden over heb, en vertel over de dingen die ik heb meegemaakt. Bijvoorbeeld dat er een uitgever naar me toe kwam toen ik net was aangenomen. Ik was, denk ik, nou, begin 20. Dat hij zei, oh, ik snap wel dat ze jou hebben aangenomen.
dat was echt de baasbaas. Nou, dat soort dingen dat ik nu achteraf terugdenk. En dat ik dacht, dat was echt niet oké. Okay. Ja. En dat zijn heel veel kleine dingen die je elke dag meemaakt. Die ervoor zorgen dat het toch lastig is om je staande te houden. Helemaal als je jonger bent in zo'n omgeving. En ik denk dat het echt heel goed is ook om toch meer vrouwen aan te trekken. Want het geeft je zoveel vrijheid. Het is ontzettend leuk om te doen. Je kunt er zoveel mee. Het is gewoon... alles is een ontwikkeling. Alles wat er nu in tech gebeurt is het nieuwste van het nieuwste. En dat is gewoon heel erg leuk om daarmee te werken. En in dat werkveld te zitten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dit soort initiatieven hebt. Het is moeilijk. Want wat bespreek je dan? En het kan soms een beetje cringy voelen. En een beetje als een marketinginstrument voelen. Hè? Of als een. Vind ik zelf soms wel eens lastig van. Zeker. Ja, weet je, we willen een statement maken, maar je wil ook niet dat het een soort van voor de bühne is. Wil dat er echt iets verandert. Maar hoe doe je dat dan met elkaar? Door het gesprek aan te gaan, door erover te communiceren. Ik denk dat dat het antwoord is. Ja, door er met elkaar over te praten. En wie moet er dan met wie in gesprek volgens jou? Ja, ik denk dat iedereen met elkaar in gesprek moet. Ik denk dat mensen op de werkvloer... Ik merk ook echt wel aan mijn collega's en aan mijn team... dat ze echt gesprekken met mij daarover ook voeren. En vragen van... Dat vind ik ook heel fijn. Wat tof. En ook dapper. Want ik snap ook echt wel dat ze soms bang zijn van... Oké, kan ik dit zeggen? Een vrouw... in het begin is dat gewoon... Ik kan me heel goed voorstellen dat het spannend is. En het is gewoon een andere energie. Het is minder makkelijk... denk ik. Ja. Maar ik denk dat dit super waardevol is wat je zegt. Kijk, weet je, wij voeren het gesprek op deze manier met elkaar ook vanuit nieuwsgierigheid en meerdere mensen kunnen daarnaar luisteren. Maar eigenlijk wat jij zegt, en volgens mij is dat super relevant, om ook gewoon op je werkplek met elkaar dat gesprek te voeren. Ik denk dat heel belangrijk is. En vragen te stellen, ook vanuit het manperspectief, om juist gewoon te vragen van hoe is het als vrouw? Ja. En denk jij dan dat, we hadden net over hoeveel steun je hebt soms aan een vrouwelijke collega in je team, om even een blik te kunnen uitwisselen. Denk je dat het dan ook helpt om een vrouwennetwerk hebben? We willen met She's and IT Rocks natuurlijk ook de vrouwen bundelen. Is dat dan ook goed? Of krijg je, dat vind ik soms ook wel eens lastig, ook onze mannelijke rocks zeggen soms van ja, maar betrek ons nou ook, hè? Ja, maar dan denk ik wel... Jullie hebben ook altijd al je mannenclubjes gehad. En het is gewoon echt heel fijn als vrouw soms alleen maar onder vrouwen te zijn. Ja. En daarover... Want dan kun je andere gesprekken voeren. En dan kun je soms ook misschien wat eerlijker zijn over hoe je dingen ervaart. En dingen uitspreken op een andere manier dan wanneer er mannen bij zijn. Dus ik denk dat dat zeker heel waardevol is. Maar ik snap ook wat je zegt, dat het niet te exclusief moet voelen en dat dat niet te prominent moet zijn. Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om samen dingen te doen. Maar ik vind dat zelf heel fijn. Ja, om juist ook even niet als enige tussen de mannen te zitten, maar juist elkaar eventjes op te hebben. Ja, snap ik. En ook om dan te hebben over hoe zijn sommige dingen voor jou en hoe pak je sommige dingen aan en hoe bespreek je sommige dingen. Dat is gewoon ook soms heel waardevol. Ja. Ja. En bij je nieuwe opdracht, weet je of er vrouwen in je team zitten? Ja zeker. Oké, wat goed. Ja. Kijk, dat is goed nieuws. Ja. En heb jij daar ook nog zelf een visie of misschien tips in wat er nog meer gedaan zou kunnen worden om een stap de goede richting in te zetten? Meer vrouwen in de techwereld? Wat mij echt heel erg hielp toen ik zelf ging switchen, is het volgen van vrouwen online en... het voegen van iemands dagelijks leven. Van hoe ziet dat eruit? Dus dat wil ik zelf denken. Ja, dat zei je al. Een soort voorbeeld. Rolmodellen. Ja, rolmodellen. Wie zijn dat? Ik vind me wel benieuwd. Wie zijn jouw vrouwelijke technische rolmodellen? We hebben een groepje met vrouwen die ik op Instagram heb ontmoet. Door ook een man. Dat was een beetje weirde. Maar de vrouwen zijn overgebleven uit het groepje. De mannen zijn eruit. Eentje werkt nu bij Adobe. En... verder volg ik op Instagram en op TikTok wat vrouwen en op YouTube. En dat werkt voor mij heel goed. Dat ik ook echt een bepaald beeld kan hebben van oké, hoe ziet jouw dag eruit? Wat doe je? En is er eentje misschien een naam die bij je oppopt die zegt... deze is de moeite waard om te volgen voor... Ja, voor luisteraars. Ja, ik vind zelf Tiff in Tech heel leuk. Oké. Tiff in Tech. Ja. Oké, cool. Ja.
Gaan we opzoeken. Dan gaan we, ik ga de volgende. Ja. Ja, ik heb geen social media, maar we gaan kijken hoe we dat gaan regelen. Ja, via mijn account. Ja, ook natuurlijk. Heel goed. Ja, ja. Tof. Ja. Leuk. Nou, Marijn, ik denk dat we een beetje richting de afgrond gaan. De afronding, ja. Van de tijd vliegt. Ja, Simon, ja. Heb jij nog brandende vragen? Nou, ik ben wel benieuwd. Maar als jij zou mogen kiezen, is er iemand met wie jij zou willen ruilen? Met wie ik zou willen ruilen? Ja, een dagje. Een dagje gewoon, ja. Ik zou een dagje met jou willen ruilen. Nee. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat is. Oh, andere kant van de podcasttafel. Ja. Nou, wie weet voor een vervolg. Ja. Leuk. Ik ben wel benieuwd hoe je dag eruit ziet en wat je doet. Ik heb natuurlijk wel een beetje een beeld. Maar ja, dat zou ik wel leuk vinden. Nou, ik zie dit nog best als een haalbaar iets. Dus dat zouden we kunnen regelen. Je kunt hem nog even vervolg aangeven. Ja. Ja. En Marijn, is er nog iets wat jij heel graag wil zeggen ter afsluiting van deze podcast? Of een tip die de luisteraars nog heel graag wil meegeven? Die niet onbesproken mag blijven? Poeh, ik denk, ja, dit soort gesprekken en discussies gewoon blijven voeren met elkaar. Dat is gewoon een tip. En daarom vond ik het ook heel leuk om aan deze podcast mee te doen. Dat ik dacht, ik voel er gewoon echt heel veel passie voor. En om dat aan andere vrouwen te vertellen van hoe dat mijn leven heeft veranderd. Ja. En welke invloed dat op mij heeft gehad. En dat dat dus ook kan en dat dat dus ook haalbaar is. Ja. En ook binnen afzienbare tijd. Dat vind ik ook heel mooi aan jouw verhaal. Hè? Dat je in zo'n korte periode... Het is geen... niet als een enorme opgave. Stel je voor dat ik nu toch de tech in wil. Nee. Dan... Het is geen vijf jaar. Ja, dan kan dat gewoon. Ja, ik voel hem nog niet helemaal. Maar als ik dat zou willen, dan heb je mij wel geïnspireerd. Dan moet je nog even iets langer spelen. Ja, precies. Maar dan je inspireert me wel wat dat betreft. Dat je gewoon eigenlijk best wel... makkelijk, tussen haakjes, niet makkelijk, want het heeft je wel echt moeite gekost. Weet je, het is intensief zo'n bootcamp, maar ja, het is geen onmogelijke opgave om zo'n switch te maken. En ik vind het super leuk en inspirerend om te zien hoe passievol je daarover vertelt en hoe wat het je heeft geboden en hoe je van meisje in de appelboom nu naar vrouw in het technische veld staande weet te houden en bent voor het open gesprek. Ik vond het echt heel tof om je hier aan tafel te hebben. Ja, vond ik ook. Ja. Hetzelfde vind ik dat. En ik vind het ook heel gaaf. Volgens mij zeiden we net, je hebt de smaak te pakken. Volgens mij ga je echt nog heel veel mooie dingen doen in die technische... Ik heb er ook, ik voel me gewoon ook echt heel erg op mijn plek. En ik heb ook echt zin om nieuwe dingen aan te pakken de komende tijd. Dus dat komt vast goed. Ja, en blijven je volgen. Ja, precies. Ja. Ja. Leuk dat op deze manier een beetje jouw journalistieke achtergrond en het technische ook weer samenkomt. Dus, dat is mijn volgende stap. Ja, die voel ik wel. Om samen te gaan doen. Ja, ja. Cool. Ja. Mooi. Ja. Veel dank. Ja, en succes met je pad, Marijn. Ja, superleuk. Dankjewel. We hadden Marijn bij ons aan tafel. Een vrouw die ooit zelf podcasts produceerde en later voor een carrière in de IT koos. Ja, ze heeft de smaak te pakken. Voelt zich helemaal thuis in dit vak vanwege de vele uitdagingen die op haar pad komen.